De Chinese internetgigant Alibaba, een online postorderbedrijf eigenlijk, komt naar ons land. Met een gigantisch distributiecentrum, een zogeheten logistieke hub voor Europa. En dat is de afgelopen week aanleiding geweest voor vragen in het Vlaams parlement. Enkele parlementsleden zitten met vragen en met zorgen. Welke, dat hoort u zo meteen. Dag dames en heren, ik praat met Grete Remen, Vlaams parlementslid voor de N-VA en met Güler Turan ook. Vlaams parlementslid, maar dan voor de SPA en ook aan deze tafel Mien Gillis van Unizo. Dames, welkom in het programma. Grete Remen, de Chinese e-commerce gigant Alibaba investeert 75 miljoen euro in de Luikse luchthaven. Er komt een distributiecentrum, 220.000 vierkante meter. De initiële vraag daarover, afgelopen week aan minister-president Geert Bourgeois, die kwam van u. U heeft die gesteld in een commissie in het Vlaams parlement, voluit. En nu moet ik lezen. De Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed. Een hele mond vol. Maar goed, u toonde zich bezorgd om de impact van e-commerce op de KMO's, op de kleinhandel. Concreet, die impact, hoe uitziet die? Ja, die impact. Als ik denk aan Alibaba, dan denken we aan Alibaba en de 40 rovers. Een sprookje, denk ik dan dadelijk, maar het is geen sprookje voor mij. En ik denk voor heel veel burgers en KMO-ondernemers is het in feite een nachtmerrie. Ja, en wat zou de impact kunnen zijn dan? De impact, weet je, er wordt een internetgigant vanuit China losgelaten op onze consumentenmarkt, op onze vrije markt. En dit gaat enorm veel impact hebben voor de kleine ondernemer. En vooral voor de winkelier, de handelaar en de KMO. Die niet kan concurreren als het op online winkelen aankomt. Ja, en ja. Zeker... Maar goed, het is natuurlijk niet nieuw, hè. Die concurrentie van online winkels. We kennen al jaren het Amerikaanse Amazon, het Duitse Zalando, Nederlandse bedrijven als Bol of Coolblue. Ja. Ja. Waarom zou dit nu anders zijn met Alibaba? Och. Anders, ja, het is anders, omdat het ook een Chinees bedrijf is. Het wordt ook gesubsidieerd door de Chinese overheid. In China is geen vrije markt. Dus bedrijven worden daar, het zijn eigenlijk staatsgeleide bedrijven. Het is geen beursgenoteerd privébedrijf? Hoe zegt u? Is het geen beursgenoteerd privébedrijf? Het is een privébeursgenoteerd bedrijf, heeft minister-president Bourgeois gezegd. Maar in feite, we weten heel goed dus dat het een gesubsidieerd bedrijf is. Hè. Dus het is, die subsidies gaan onder meer via de post, daar gaan we het straks over hebben. Mien Gillis van Unizo zijn de leden van uw organisatie nu waakzaam, ongerust over die komst van Alibaba? Ja, ik denk dat er twee aspecten aan zijn. Enerzijds kan het ook positieve effecten hebben voor een aantal ondernemers. En voor een deel van... Alibaba gaat er sowieso komen in Europa. En als het niet in België was, dan gingen ze misschien naar Maastricht gaan en dan hadden we alle lasten, maar niet de lusten. Nu zal er een tewerkstelling, sociale zekerheid en fiscale inkomsten zullen voor een deel in België blijven, wat dus ook een positief punt is. Maar zeker, en daar volg ik Grete in, dat het een grote impact zal hebben op de kleinhandel. En als u daarnet zegt, er zullen ook een aantal bedrijven beter van worden. Welke zijn dat dan? Ja, in die zin kan het voor de Belgische makers met de specifieke Belgische producten zeker ook een omgekeerde route brengen naar China. Dat ze een platform krijgen. Een platform krijgen om gemakkelijker naar China uit te voeren. Expand digital, via een digitale manier naar het buitenland. Maar goed, dat zijn dan wellicht nichebedrijven en dat is niet... De grotere makers, voor de kleinhandel zie ik niet direct heel veel mogelijkheden om in die richting dan te gaan. Goed, ook in de kleinhandel worden mensen te werk gesteld. Als je het moeilijk krijgt, gaan er misschien jobs verloren gaan in de kleinhandel. In de kleinhandel, maakt u dat dan ongerust, Güler Turan? Ja, tuurlijk maakt me dat ongerust. Het maakt me niet alleen ongerust omwille van de jobs, maar ook omwille van het sociaal weefsel dat zo'n kleinhandelaar in een bepaalde buurt, wijk van betekenis heeft. Ik ben absoluut een voorstander van versterken van onze kernen, van onze winkelkernen, van onze lokale handelaars. Als ze weggaan, krijg je leegstand. Als ze weggaan, krijg je niet alleen leegstand, maar dan heb je ook nog andere problemen van vereenzaming, van sociale controle, die dan ook wegvallen. Dus het is niet alleen een leegstand. Ja. Daarom... dat ik denk, ik volg de beide dames, zowel in de voordelen als de bezorgdheden die hier worden geuit. We zijn al geconfronteerd met verschillende internet- en e-commerce bedrijven die juist over de grens onze Belgische markt en onze Vlaamse markt overheersen. dan heb ik liever ook dat ze hier zich in België kunnen vestigen. Maar, grote bedenking, tewerkstelling, maar wij moeten ook denken aan werkbaar werk. Het moet ook houdbaar zijn. Uren moeten we opwaken. De flexibiliteit die van de werknemers wordt vereist, daar moeten we ook op waken. Het zal in dit geval het Waals gevest zijn dat er zal moeten overwaken. Nee, het is juist over de grens. Het kan ook grensoverschrijdend, gewestoverschrijdend tewerkstelling. Er is samenwerking tussen de twee. En ik wil op een aantal punten... Dat beter kan. Op een aantal punten ingaan. Om te beginnen, het is in dit geval een Chinees bedrijf dat erbij komt, want we hadden natuurlijk al die concurrentie van online mastodonten. Ik wil het straks ook nog hebben over de mate waarin Vlaamse bedrijven al dan niet online aanwezig zijn. Maar om te beginnen, u spreekt over een gesubsidieerd bedrijf. Ja. Strikt genomen is het een beursgenoteerd bedrijf. Maar goed, Alibaba krijgt zijn spullen wel heel goedkoop naar hier. Hè? Dat is ook zo, omdat het ook zo'n gigantisch groot bedrijf is. Hè. Het zijn spotgoedkope producten. We weten ook niet in welke omstandigheden dat die producten gemaakt worden. Ja, dus er is eigenlijk geen enkele restrictie op die internethandel. Hè. Terwijl wij als lokale ondernemer, we worden heel streng gecontroleerd. In mijn geval, ik zit in de voeding. Hè. We hebben FAVV, dat is allemaal heel goed. Maar ik denk dan die producten die eigenlijk gedumpt worden op ons markt aan zeer goedkope prijzen, omdat het ook gaat om een heel grote markt. Maar moet dat niet Europees geregeld worden? Dat moet ook Europees geregeld worden. Maar daarom heb ik ook aan de minister-president ook gevraagd, laten we vanuit Vlaanderen het heft in handen nemen. Vanuit de federale regering, vanuit de Vlaamse regering, ook die duw naar Europa. Europa bijvoorbeeld doet al een aantal goede zaken, hè, bijvoorbeeld die Digitax. Ik zeg niet dat een Digitax voor de grote internetgiganten dat dit de heilzame oplossing is, maar het zijn al stappen in de goede richting. Want je zit met een pure oneerlijke concurrentie ten opzichte van de kleine bedrijven. Ik lees nu al dat de douane in Luik amper tot controle toekomt, omdat de massa pakjes zo gigantisch groot is dat men het zelfs niet kan controleren. Ze verwachten het daarom. Ze verwachten nu 2 miljoen pakjes in december alleen al dat vanuit China in België wordt gedeponeerd, hier in Luik. Ja, de douane is een federale zaak, maar goed, is een federale zaak. Moet maar de kelders van de luchthaven in Biers zitten vol met namaakspullen. Dus er gaat nu nog meer op ons afkomen. Die worden ook streng gecontroleerd. Maar goed, Alibaba schermt dan met 3000 shops of de Waalse regering. Maar ik denk dan, er gaat nog meer overheid zijn, er gaat nog meer administratieve lasten zijn. Ja, nu, waar ik het natuurlijk over had, ik ga meteen laten reageren hoor, over het goedkoop tot bij ons krijgen. Ja, het gaat natuurlijk over de manier waarop het ook verzonden wordt. Ja, China Post is een staatsbedrijf, gesubsidieerd, kan heel goedkoop een markt van 1 miljard mensen, want dat is je natuurlijk, bedienen. En dan heb je die afspraak die dateert van de 19e eeuw in de Wereldpostunie. De Wereldpostunie, die laatste mijl, zogezegd. Ja, en dat is een concurrentieel nadeel voor... Dat is nogmaals een concurrent nadeel voor de kleine ondernemers, maar eigenlijk waar de belastingbetaler ook nog het gelijk betaalt. Heel kort. Dus dat is een verdrag tussen de postorderbedrijven om internationaal om het postverkeer soepelder te laten verlopen. Nu, China is nog altijd erkend als een onderontwikkeld land. Dus wat houdt dat in? Dat het postorderbedrijf van het land van bestemming heeft de verplichting om pakjes onder de 2 kilo ook gratis te versturen naar de deur van de consument. Dus, in andere woorden, een Chinees pakje wordt in door Bpost overgenomen en gratis geleverd. De FOD Financiën heeft berekend dat het gaat om 11 miljoen verdoken staatssteun. Nu goed, het is ook een federale materie. Ik roep de federale collega's ook op om dit dringend onder de loep te nemen. Want als ik bijvoorbeeld een pakje verstuur via Bpost, ik kan het niet gratis. Ik moet minimum €5, ook al is het maar 1 gram ik verstuur. Ik wou net vragen aan Unizo. Dus dat is ook weer die oneerlijke, het ongelijk voordeel. Daar die concurrentie? Ja. Ja. Dat blijkt uit een enquête van dit jaar nog dat zij de grootste bedreiging zien ze in die grote online spelers die alles sneller, goedkoper en met de gratis levering, gratis retour kunnen doen. En dat is voor een kleine zelfstandige handelaar absoluut niet mogelijk. Hij kan het gewoon niet gratis leveren. Hij kan het niet gratis doen. En het is ook in vergelijking veel duurder, zeker ook met de buurlanden. Dus eigenlijk onze oproep is daar, we zien dat nu voor Alibaba wordt een rode loper uitgerold om hem naar België te krijgen. Die rode loper zou ook voor al die kleine zelfstandige handelaars moeten uitgerold worden. En dat die ook gratis kan leveren. Ja, of dat maar goed, we weten sinds enkele weken dat de marges bij Bpost bijzonder klein zijn. Ja, inderdaad, maar dan moet minstens een gelijk speelveld gecreëerd worden, zodat al die voordelen die gelden voor de buitenlandse spelers ook voor de binnenlandse spelers. Of de voordelen afschaffen. of voordelen afschaffen of ze gelijk maken. Ja, want je kan je afvragen of Bpost het kan betalen. En inderdaad, we zien ook dat kleine zelfstandige handelaars heel streng gecontroleerd worden op websites, op webshops, maar dat diezelfde controles niet worden gedaan bij Zalando of Bol, die even actief zijn op de Belgische markt, die actief de Belgische markt targeten. Jullie zijn alle drie jurist. Valt daar een spel tussen te krijgen, die gratis levering, die internationale afspraak om het pakje door een lokale speler gratis te laten leveren? Dat zijn internationale afspraken. Ook ikzelf heb mijn eigen politieke groep daarover aangesproken. Dat zijn verdragen van vorige eeuwen. Ja. En er is heel veel op ons afgekomen. Ja. Trump hadden we vaak op vloeken, die zegt ik stap eruit. Hè? Ja, die mag overal uitstappen, die bezorgt al veel problemen. Nee, maar het is geen kwestie van uit verdragen te stappen. Het is kwestie om ook verdragen aan te passen aan deze tijden. Toen die verdragen werden gesloten, was er de digitale markt niet. Hadden we niet zoveel internet of the things waar dat we vandaag mee geconfronteerd worden. Iemand betaalt altijd de prijs. Niks is gratis en niks is eigenlijk goedkoop. En u heeft het gezegd van ja, we moeten zien dat we met die leveringen, want het is de Belgische belastingbetaler die een stuk zal betalen. Ja. Maar anderzijds is het ook die goedkope producten die door al die internetaanbiedingen toekomen. Er zijn geen controles. Geen controle en vooral ook geen controle op mensenrechten. Wat maakt dat producten bij ons duur zijn? Omdat wij minimale sociale rechten eisen voor de werkomstandigheden. Zowel voor de arbeiders als voor de omstandigheden. Totaal geen enkele verantwoordelijkheid, totaal geen enkele controle door wie, wat, in welke omstandigheden dat die producten worden aangemaakt. Dat is soms in mensonterende omstandigheden. Ja. Dat zijn afspraken die moeten worden opgenomen in een bilateraal akkoord tussen de EU en China. Dat moet op een hoger niveau uiteraard worden aangepakt. Ik hoorde al zeggen, er zal moeten gelobbyd worden om de federale overheid, de Vlaamse overheid, iedereen zal moeten aan een zeil trekken om dit op Europees vlak op te lossen. Dat is ook zo, want er is nu tussen China en Europa zijn er al afspraken of zijn er onderhandelingen, gesprekken bezig, maar dat zal niet makkelijk zijn. Hè? Ja. En daarboven ook, als we hebben het over namaak, maar ook garantierecht en retourrecht. In Europa zijn er heel strenge regels voor handelaars om die 14 dagen retourrecht, het garantierecht voor 2 jaar. Als een consument aankoopt bij Alibaba, heeft hij dat niet. Nee, en dus dan goed, die consument, eigenlijk... helaas, er zijn heel veel consumenten die kijken wat is de goedkoopste levering, de goedkoopste manier om aan een product te geraken. Ja, maar... En we bestellen online. Ja, maar dat is ook zo. En je kunt de consument eigenlijk geen ongelijk geven. Hè. Het is goedkoop, het is snel geleverd, aan mijn deur. Maar het probleem is dat Alibaba en nog zoveel andere internetreuzen hier onze markt gewoon doodslaan. De KMO heeft geen reden van bestaan, kan er niet tegen concurreren. En wat blijft er dan nog over? Een monopoliepositie. Dus dan gaat het enkel de handel, de consumentenmarkt, in handen van enkele internetreuzen. Ja. En dan heb je een monopolie en stijgen de prijzen. Ik wil het straks hebben over de vraag, hebben wij dan de trein gemist? Maar eerst nog iets anders. Voor de zomer heeft het Europees Parlement, waar jullie allebei deel van uitmaken, de Europese GDPR-regeling moeten omzetten in Vlaamse regels, die ook onze privacy online beter moet beschermen. Ja, als we online kopen, laten we sporen na. Altijd. Ja. Zelfs al googelen. Ja, als we online kopen, dus als we googelen, laten we sporen na. Ja, maakt u zich meer zorgen, Grete Remen, als we sporen nalaten bij Alibaba? Ja, ik denk het wel, omdat de GDPR... Ik vraag het of die regelgeving ook van toepassing is op Alibaba. Ik vraag me dat af. Ze zeggen wel, het is van toepassing. Ja, het is zo. Ik ben een beetje argwanend, ik ben ook bezorgd, dus ik ben daar realistisch in. Gaan ze het doen? Als je ziet wat China nu aan het doen is, ze zijn aan het experimenteren met een sociaal kredietsysteem in hun land zelf. Dus met ratings gaan ze hun burgers beoordelen. Bijvoorbeeld, ik heb een verkeersovertreding of ik heb mijn belastingen te laag betaald. Ja, daar wordt de kredietwaardigheid in de kaart gebracht en daar worden ook de burgers afgestraft en rechten afgenomen omwille van dat sociaal kredietsysteem. Dus China is nu allerlei data, voor het niet te ingewikkeld te maken, maar data aan het verzamelen en eigenlijk ook van de Vlaamse gebruikers, van de Belgische consument. Dus ik vraag me af, wat gaan zij doen met al die data? Data is eigenlijk de nieuwe economie, de nieuwe olie. Hè? Ja, we kunnen alleen maar hopen dat de GDPR-regeling dan strikt wordt nageleefd. Goed, we moeten positief blijven, maar ik ben toch handhaving aankomen. Handhaving. Handhaving en toezicht nu. En als je ziet, de GDPR-regeling voor de kleine KMO is ook weer een hele... Levert dat toch ook geen concurrentieel nadeel op? In de aanloop van de invoering van de GDPR-regeling heeft Unizo erop gewezen, ja, de middelen die een KMO heeft om zich daarop voor te bereiden, ja, dat is natuurlijk niks vergeleken met de middelen die een grote speler heeft. Nee. Opnieuw een nadeel dat erbij komt. Ja, en dat geldt op alle vlakken die met e-commerce te maken hebben. Hè. IT, logistiek, digitale marketing, big data. Dat komt bijna altijd alleen op de zaakvoerder terecht. Terwijl die grote spelers hebben daar volledige departementen voor. En verhoudingsgewijs is het voor een kleine zelfstandige veel moeilijker om daar dan mee rekening te houden. Maar goed, de wereld is wat die is en het zal niet meer verdwijnen natuurlijk, hè, die e-commerce. Nee. De vraag is, hebben we dan inderdaad die trein gemist? Ja. Uit bevragingen die uw organisatie onder meer heeft gedaan, is al vaker gebleken, bedrijven zijn wel online aanwezig. Ze hebben een website, maar geen webshop. Nu, de grote jongens, hè, de JBC, Schoenen Torfs van deze wereld, hebben die wel. Maar goed, veel kleine spelers volgen niet. Hoe komt dat? Ja, dat is nog steeds de helft die niet online verkoopt. En de grootste redenen die worden opgegeven is het gebrek aan tijd en kennis daarover. Dus ik denk dat daar wel nog een grote... weg is, of ja, een grote taak is weggelegd voor de Vlaamse overheid om meer en meer die digitale versnelling te bevorderen bij de KMO's. Ja, want de markt is wel ingenomen intussen, hè? Door die buitenlandse spelers. Maar ik denk, we hebben misschien de vorige trein gemist, maar er staat een volgende op ons te wachten en daar moeten we instappen. We mogen die ook niet laten vertrekken. Ja, het is een oproep aan de Vlaamse overheid om daar dan... Financieel? Ja, de Vlaamse overheid. Er wordt al veel gedaan door... Ja, dat is ook internet uw zaak. Het zijn allemaal goede flankerende maatregelen, goed bedoeld, zullen ook hun effect hebben. Samengevat maatregelen die financiële ondersteuning? Financiële ondersteuning via Vlaio, internet uw zaak, is een campagne, opleidingen. Dus als een bedrijf een website wil beginnen, krijgen ze steun. Krijgen ze steun, maar het zal niet genoeg zijn, omdat de cijfers hebben het nu ook bewezen. En ook omwille van die oneerlijke concurrentie, er zijn structurele maatregelen nodig. Dat kan vanuit Vlaanderen naar de federale regering gaan, dat is wel echt nodig. En welke maatregelen denkt u concreet? Ik denk, geef die kleine handelaar meer fiscale vrijheid onder andere. Bijvoorbeeld in een aantal Europese landen gaat men de Digitax invoeren. Dus dat is een kleine tax op die grote internetbedrijven. Maar ze geven dan een fiscale vrijstelling aan de kleine handelaar die ook digitaal... ik ben ook een kleine handelaar en ik verkoop ook via internet. Dus de kleine KMO, de kleine handelaar, wordt dan fiscaal vrijgesteld. Maar. Er zijn zoveel mogelijkheden. Weet je, we moeten die lokale economie beschermen en daar gaat het om. Is de SPA daarmee eens, lokale economie beschermen? Ja. En vrijstellingen van taksen of subsidies, zoals Unizo vraagt? Beschermen en subsidies, ik hoor daar bijna de socialisten aan de overkant praten en ik zou nu moeten zeggen, we zijn voor protectionisme. Wij moeten absoluut investeren in onze lokale economie en onze lokale handelaars. Maar ik ben het met één ding niet eens met de twee collega's aan de overkant, omdat ze zeggen, daar moeten subsidies komen, fiscale aftrek, dat komt allemaal op financiële middelen. Maar wat dat de lokale handelaar nodig heeft, dat gaat eigenlijk niet over geld, maar dat gaat over de know-how die ontbreekt en de concrete aanspreekpunten. Laat me een voorbeeld geven. Wij hebben in Antwerpen voorgesteld om... Er is veel leegstand in een lokale kern. Weet je wat we doen? We maken daar een pop-up shop van ICT-jongeren, van IT-jongeren, die dan heel dichtbij bij de lokale handelaar kunnen helpen. Zeer praktisch. Soms is het echt niet... Het moet heel praktisch. De webshop opstarten en invullen. Maar je kunt het... Maar als we onze lokale ondernemer willen versterken... en meer kracht bijzetten lokaal, dan moet het ook met lokale initiatieven gebeuren. Ja. Met CETA alleen, met geld alleen, maar het is wel zo, met geld alleen kan dat niet gerealiseerd worden. Okay. Mevrouw Remen, u wil daarop reageren. Ja, het is wel zo dat die grote internetgiganten hier wel 0 belastingen betalen. Hè? Ja, dus ze zijn vrij van vennootschapsbelasting. U gaat mij niet overtuigen om die meer belasting te betalen. Maar daar ligt het hem juist. Hè? Dus daarom taxeer die bedrijven. Dat is een ander verhaal, daar ben ik het absoluut mee eens. Maar dat is wel heel belangrijk, want dat maakt juist het concurrentieel nadeel voor die kleine KMO die hier wel zijn sociale bijdrage betaalt en zijn belastingen betaalt en zorgt voor de sociale buurt. En zijn inkomen ook lokaal spendeert. En ook nog heel belangrijk. Mevrouw Remen, mevrouw Turan, ik hoor van jullie zijn Vlaamse parlementsleden, er zal moeten samengewerkt worden met alle niveaus, Europees, federaal, maar ook lokaal. Ja, heel belangrijk. Lokaal ook. Ja, Gillis. En dan zit u daar bij Unizo, u moet met al die niveaus gaan samenwerken om die mensen te helpen. Ik denk dat is een van de basisvoorwaarden dat we een wettelijk kader scheppen op alle mogelijke niveaus, van Europees tot in de dorpsstraat, om ervoor te zorgen dat er inderdaad een gelijk speelveld komt en dat onze lokale handel en de lokale ondernemers op gelijke voet kunnen concurreren met de grote. Wat in C al heel moeilijk zal zijn. Minstens gelijk speelveld, denk ik altijd. Om nog terug te komen op die subsidies, daar zijn we het mee eens. We pleiten al een tijd voor een soort digicoach. Naar analogie van vroeger de ICT-coach. Toen het internet opkwam, heeft de Vlaamse overheid ook via de ICT-coaches gezorgd en een project samen met Unizo om de bedrijven te laten omschakelen naar het internettijdperk. Nu zijn we weer een stap verder. Er moet gedigitaliseerd worden, er moet gebruik gemaakt worden van big data en die know-how ontbreekt, maar ook de praktische uitvoering. En daarvoor kunnen inderdaad zo'n systeem van digicoaches wel zorgen voor een digitale versnelling. Ja, de KMO-portefeuille vandaag is meer strategisch. Maar dat is strategisch, maar je zou iets gelijkaardigs moeten hebben dan op digitaal vlak. Maar ook voor de praktische uitvoering. Om daar eigenlijk naast te gaan zitten en helpen. Maar de kleine handelaar blijft zeer toegankelijk, zeer laagdrempelig, hij blijft toch nog in de kou staan. Ik kan daar niet tegenop, want het is puur de consumentenmarkt waar die kleine handelaar ook op zit, die gewoon wordt ingenomen. Hè. Dus we moeten een kat en kat durven noemen. Maar goed, hij wordt ingenomen door een buitenlands bedrijf, in dit geval een Chinees bedrijf, met alle bedenkingen die we kunnen maken over de producten die hier dan op de markt komen. Worden ze gecontroleerd? Hebben we volk genoeg om het dan allemaal te controleren? Maar goed, een Belgische tegenhanger van Bol.com, een Belgische tegenhanger van Coolblue, van Zalando, is er evenmin, hè? Die is er ook niet. Er zijn wel een aantal goede Belgische initiatieven, zoals Storesquare. Het is nog niet genoeg bekend bij de handelaar. Ja, maar goed, je moet al ver gaan zoeken in de Google-lijst. Maar we zitten ook met die rigide arbeidsmarkt hier. Ik wou net zeggen, mevrouw Turan, zijn socialisten niet steeds te kritisch geweest om die nachtarbeid dan toch een beetje soepeler te maken? Ja, maar het ligt niet aan de nachtarbeid. Studies van de SERV en allerlei studies tonen aan dat die e-commerce niet wordt tegengehouden door de nachtarbeid. Waarom is die Belgische Bol.com er niet dan? Ja, maar nee, maar dat weet ik, dat moeten we aan de initiatief. Wat denkt aan de file, hè? Logistiek, dat we hier heel vast zitten. Maar als we kijken, het heeft de andere giganten niet tegengehouden. E-commerce wordt ook door ons, door de socialisten, niet tegengehouden. Maar moet het 's nachts gebeuren? Hoe moet de levering gebeuren? Dat is absoluut geen punt. Maar essentieel is dat wij van nature uit, denk ik, vanuit België een beetje zeggen van ja, kijk, buy local, act local. En we willen vooral de lokale initiatieven versterken. En ik denk, hoe sterker onze lokale initiatieven, hoe groter dat die in het sociaal weefsel zitten, hoe minder behoefte zal zijn om online te kopen. En om even terug te komen, vroeger was dat een webshop, aanbieden via een webshop. Maar nu gebeurt het allemaal veel meer via apps. Hè. Mensen gaan niet meer zelfs op webshops, via internetsites, maar met die apps, wat veel sneller is. En dat is misschien een boot die we niet kunnen missen, maar nog altijd gelinkt aan onze lokale producten, gelinkt aan onze lokale handelaar en onze lokale economie. Ja. U treedt het bij, want u zit hier te knikken van dat mevrouw Turan. Ik treed dat ook bij. Weet je, we zitten met een te strenge, te rigide arbeidsmarkt. Dat is ook zo. Maar nachtarbeid zal dit niet doen oplossen. Ik ben tegen een 24 op 24 uur economie. Voor mij hoeft dat niet, omwille van het werkbaar werk. Omwille van nog zoveel negatieve aspecten, ook milieu misschien, dat we daar dadelijk nog over gaan hebben. Dus dat gaat niet de ultieme oplossing zijn, absoluut niet. Voor mij nog altijd. Die ongelijke concurrentie, het gelijk speelveld. Waardoor producten ook concurrentieel worden. Goed, maar laat ons concurreren. Bijvoorbeeld Bol.com biedt bijvoorbeeld dezelfde producten aan prijzen, verkoopprijzen die hoger liggen dan de aankoopprijs van een lokale handelaar. Hoe kan je in godsnaam concurreren? Dan moeten we inbreken op de... Ja, maar goed, de mensen zitten er wel mee, hè? De lokale handelaar. We hebben niet zoveel tijd meer. Ik wil nog één thema aanraken. De vraag is of we Chinese producten moeten kopen. De klimaatop in het Poolse Katowice is net afgelopen. De transportimpact op het milieu is bij producten die gins gemaakt worden natuurlijk bijzonder groot. En moet die kostprijs dan ook niet in rekening worden gebracht? Zeker. En dat is niet alleen voor het klimaat, maar ook de mobiliteit in België met al die kleine bestelwagens die de last mile dan verzorgen, die laatste mijl. Dat is een belasting van ons wegennet. Het is een belasting van het klimaat, maar ook de productie van al die goedkope, soms rommel, zoals het wel eens werd beschreven, heeft een heel grote maatschappelijke kost voor het klimaat en ook inderdaad voor de... Ja, maar om het dan misschien toch positief af te sluiten... Ik zie in heel veel steden waar de lokale middenstand, waar lokale ondernemers wel actief zijn op het internet, zie ik heel veel bedrijfjes ontstaan. Het aantal fietscourierbedrijven dat er is ontstaan in steden zoals Gent, Antwerpen, Brussel... is bijzonder groot. Het laat ook wel bedrijven ontstaan. Hè. Dat is dan positief, neem ik aan. Ja, maar het mag onze reguliere economie niet van de markt doen. Nu goed, als die kleine start-ups van hier... die moeten ook ondersteund worden. En die moeten ook fiscaal... Ja, zeker. Heel belangrijk. Lokale producten. Fietscourier gaat niet naar China fietsen. Ja, maar ik wil bijvoorbeeld... We zijn nationaal kampioen in retourzendingen ook. Dat is ook een feit dat moet aangepakt worden. Omdat het zo goedkoop is natuurlijk. Omdat het zo goedkoop is en omdat het allemaal gratis wordt geleverd, gratis wordt teruggezonden. Ze moeten pas binnen 30 dagen betalen. Dus nogmaals, waar staat de lokale winkelier daar tegenover? Ja, maar kan je het juridisch regelen dat de klimaatkost... zal worden aangerekend aan een Alibaba, aan een Zalando, aan een Amazon? Dat zou moeten. Maar op welk niveau moet dat dan gebeuren? Kijk, internationaal sowieso. Ja. Het is ons milieu. Mensenrechten, dat is een maatschappelijke last. Je kunt dat niet afwentelen, nog op de kleine handelaar, nog op de winkelier of de consument. Die zou moeten weten wat dat die koopt. De meeste van de consumenten weten zelfs niet wat ze kopen. En ik vind dat daar een internationale afspraak moet komen en dat daar een regeling moet komen. Binnen welk kader? Europees, VN? Europees om te beginnen, omdat wij in Europa zitten. En dan moet dat internationaal, want we hebben nu China binnengehaald. Met CETA hebben we de Amerikaanse bedrijven via de omweg van Canada ook binnengehaald. Dus die concurrentie, die oneerlijke concurrentie, die heel belangrijk is. Niet alleen voor de prijzenoorlog, maar ook voor de standaarden en de kwaliteit van de producten. En dat zijn niet alleen producten die we dragen, ook dingen die rechtstreeks impact hebben op onze gezondheid omwille van wat we eten. Die losse markt. Laat maar doen. En er zijn internationale afspraken van de jaren stilletjes wat betreft post. Dat gaat niet meer. We zitten in een transformatie, dus we moeten dat nu grondig aanpakken. Samengevat, heel veel vragen, heel veel zorgen, maar ook nog heel veel werk dat op de plank ligt. Veel opportuniteiten. Op alle mogelijke niveaus, maar gelukkig voor de ondernemers ook veel kansen. Ja. Want u zegt, we hebben de boot gemist. We hebben ook heel veel goede voorbeelden. Voilà, er zijn ook goede voorbeelden. Heel kort nog. Het is binnenkort Kerstmis, hè? Cadeautjes, al eens over nagedacht? Ik probeer ze zoveel mogelijk in mijn lokale omgeving te kopen. Ja, en dat gaan jullie allemaal. En dat kan online ook. Mijn kinderen die mogen niks online bestellen, die doen dat ook niet. Online is geen probleem. Er zijn heel veel goede, daarom heb ik vorig jaar, dat weet ik, maar ik heb vorig jaar ook die oproep gedaan. Ja, koop Belgisch, is het offline, online. Ja. Maar gun tenminste die lokale handelaar. En dat is zo belangrijk. U gaat ook wel lokaal kopen? Bij mij is het zelfs nog strenger. Ik ben een Antwerpenaar, ik ben van Wilrijk, maar ik zal in de districtskern van Wilrijk mijn cadeautjes gaan. En dan kan ik te voet gaan. Een warme kerstboodschap. Een warme kerstboodschap. Nu hebben we nog wel een paar afleveringen te gaan tot Kerstmis. Bedankt in elk geval voor deze aflevering. Güler Turan van de SPA, Grete Remen van de N-VA. En mevrouw Gillis van Unizo, bedankt om bij ons te zijn. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.